Erwin, wil jij zondag tegen ADO met het elftal vooral de bevestiging zien van het feit dat jullie op de weg terug zijn? Ja, tuurlijk. Het is bekend dat we in een lastige periode gezeten hebben waar het voetballend nu hier en daar nog aan schort. Maar nou ja, we hebben wel gewoon overwinningen behaald en ik hoop dat we dat tegen ADO met natuurlijk beter spel voort kunnen zetten. Ja, tegen een tegenstander die het lastig heeft. Wat weet je van die ploeg? Nou ja, ze hebben het lastig. Ze staan ergens onderin. Ze hebben veel tegenslagen gehad dit seizoen. En wij moeten dat proberen om hun nog een tegenslag toe te dienen. Ja, had jij naar de slechte start op gerekend dat je er zo snel weer bij zou staan? Jawel, toch wel. Het voetbal is nog niet goed. Dat ziet iedereen. Maar ik weet wel dat we genoeg kwaliteit hebben om punten te halen. En, nou ja, dat is nu gebeurd en dan moeten we gewoon weer verder gaan. Ja, want je zegt het zelf, hè, van de week de zege in de Kuip tegen Dordt werd er gewonnen, maar het spel moet wel constanter en er moet meer lef getoond worden, lijkt het wel. Nou ja, het spel moet gewoon beter en daar zijn we nu gewoon beelden terugkijken, goed analyseren en op trainingen gewoon weer volgen gaan om gewoon de vorm en een beter spel te krijgen. Ja, word je wel eens gek van het aantal terugspelballen, want Koeman klaagde daar ook over, hè, na het duel tegen Dordt. Ja, gisteren was het wel extreem. We wisten dat we in de omschakeling ook tegen Dordrecht gewoon veel kansen hadden. En, nou ja, dan zie je dat als we de bal krijgen, veroveren omdat we terug gingen spelen. En dat is niet de bedoeling. En dat heeft denk ik misschien ook een beetje met vorm te maken. En je zag dat de tweede helft dat wel een stuk beter gingen doen. Ja, is dat een kwestie van vertrouwen vooral? Wat je zegt, vorm en vertrouwen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Ik denk het wel. Als je de vorm en het vertrouwen hebt, dan speel je de bal sneller vooruit dan achteruit op een veilige manier. En, nou, je zag de tweede helft dat we daar wel, dat wel meer vooruit gingen spelen dan terug. Ja, hoe is het met jou persoonlijk, vind je? Ik ben wel tevreden over hoe het seizoen begonnen ben. En, nou ja, er zijn altijd wat punten voor wat beter moet, maar over het algemeen ben ik wel tevreden. Ja, tegen Utrecht verricht je ook een cruciale redding op enig moment en pak je punten voor je ploeg. Nou ja, het is altijd leuk om en goed om belangrijk voor het team te zijn. En, op de momenten moet je er staan en gelukkig heb ik dat op dit moment nog gedaan. Ja, waar reken jij sowieso voor jezelf op deze competitie? Moet dit het jaar worden van de stabiliteit of van de vooruitgang? Of? Vooruitgang altijd nog. Ik bedoel, ik kan altijd nog beter worden. En, ik ben 24 en dan ben je nog niet uitgeleerd. En nou ja, dan is het nog wel steeds om beter te worden. Ja. Ja, een jonge jongen die nu al een aantal jaren een vaste waarde is. Zie jij jezelf een leven lang bij deze club spelen? Of heb jij ambities om een keer ergens anders aan de bak te gaan? Ambities zijn er altijd, maar het is zeker geen straf om voor Feyenoord te spelen. Ik bedoel, dit is de mooiste club van Nederland. En nou ja, die ambities om naar het buitenland bijvoorbeeld te gaan, die zijn er wel. Maar op wat voor termijn dan is dat nog lastig te zeggen. Ja, nu is geen enkele ploeg echt stabiel in deze competitie. Hè? Na de tweede en de derde plek in de laatste jaren. Waar reken jij nu op met dit elftal? Ja, we kijken gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. We moeten naar ADO gewoon voor ADO winnen. Daarna krijgen we Vitesse en dan is interlandperiode. Maar we kijken gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. En die wedstrijden moeten we gewoon tegen ADO moeten we sowieso gaan winnen.